Welkom bij deze uitzending over de metropoolregio Amsterdam. Mijn naam is Marijke Roskam. En deze uitzending is speciaal bedoeld voor raadsleden, statenleden en collegeleden die meer willen weten over het hoe en waarom van de MRA. Nou, die metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van 30 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de vervoerregio Amsterdam. Over het waarom dus, het nut en de noodzaak van samenwerking in dit gebied ga ik praten met Emiel Reiding, directeur van de MRA. Welkom. Ja, en Arjen Overbeek, senior adviseur Raden en Staten. Mooi dat je er bent. Ik start bij Emiel met gewoon de allerbelangrijkste vraag. Waarom wordt er in dit MRA-verband tussen gemeente en provincie samengewerkt? Ja, het wordt bijna afgezaagd, maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Er zijn echt zulke grote opgaven waar we met z'n allen voor staan. Als het gaat over duurzaamheid. Maar ook als we zien hoe de krapte op de arbeidsmarkt weer gigantisch toeneemt. De woningnood natuurlijk, waar we het met z'n allen over hebben. Dat zijn issues. En ik kan er zo nog meer noemen rondom energie. En dat we daar grote tekorten hebben. Dus er zijn hele grote onderwerpen die geen enkele gemeente binnen ons gebied in zijn eentje kan aanpakken. Die we ook als MRA niet afgesloten van de rest van de wereld kunnen aanpakken. Maar waar we echt de samenwerking met elkaar nodig hebben om oplossingen te kunnen vinden. Dus dat is uiteindelijk de allerbelangrijkste reden. En dat bij die oplossingen, ja, daar hebben we elkaar nodig. Want we moeten dat met elkaar uitwisselen, met elkaar ook de goede ideeën genereren. Maar we hebben er ook anderen bij nodig. En het Rijk bijvoorbeeld, en dat wordt straks over een paar dagen nog interessanter dan nu. Maar ook Europa. Waar grote fondsen liggen, ook als het gaat om klimaat, om de klimaatverandering tegen te gaan. Dus gezamenlijk die lobby organiseren, om te zorgen dat we er daar goed op staan, dat we de samenwerking met het Rijk en met Europa goed organiseren op die grote onderwerpen. Dat is ook een hele belangrijke reden om met elkaar samen te werken. En het lijkt me ook zonde als je allemaal afzonderlijk van elkaar allerlei wielen uitvindt. Dat is zonde. Dus je moet die kennis met elkaar uitwisselen, met elkaar één verhaal maken. Natuurlijk is dat een hele belangrijke reden. En dat is niet efficiënt. En dat leidt ook niet tot goede oplossingen. Dus kijk, sommige dingen zul je gewoon echt binnen gemeentegrenzen of binnen provinciegrenzen moeten doen. Ja. Maar daar waar het verstandig is, zoeken we de samenwerking binnen de MRA. Is die MRA voor mensen die nieuw zijn in die materie wel eens wat bedreigend? Dat ze denken, ja, maar het verlies van eigen identiteit van de gemeente bijvoorbeeld? Zeker, dat speelt. Daar moeten we ook altijd alert op blijven. Er zijn een paar dingen die ik daarover kan zeggen. Ten eerste is het zo dat wij zijn een informele samenwerking. Dus wij nemen als MRA, zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor wat we met de MRA doen. En we nemen niks over van de gemeente of van de provincie. Dus de raadsleden, de statenleden, die hebben hun bevoegdheid. Daar zit de democratische legitimatie. Wij zijn een informeel samenwerkingsverband om met elkaar te proberen gezamenlijk goede afspraken te maken. Maar als het puntje bij het paaltje komt, als er echt besluiten moeten worden genomen, dan neemt de raad, de gemeenteraad, die besluiten of de provinciale staten. Ja. En binnen het MRA-verband kunnen we gewoon geen besluiten nemen. Daar hebben we de juridische mogelijkheden niet voor. Dus dat is in die zin ook wel weer overzichtelijk. En wat ik ook wel terug hoor is dat juist de eigen kracht van de gemeente nog meer naar boven drijft als je met elkaar afspreekt wie wat doet. Uiteraard. En de diversiteit. En kijk, een metropool moet alles bieden. Hè? Ja. Van prachtige natuur, van mooie dorpse woonmilieus, van industrie, van haven, van luchtvaart. Dus alle aspecten heeft een metropool nodig. Het hoogstedelijke van Amsterdam en het dorpse van, noem maar een welk dorp in onze MRA. En juist die combinatie, juist die diversiteit maakt de kracht van de metropool. Ja, hoe kun je dan wel met elkaar, misschien heb je daar wat voorbeelden bij, die agenda vullen en dus wel met elkaar besluiten nemen? Nou, ik kan een paar legio voorbeelden noemen, maar ik heb even van tevoren over nagedacht. Je kunt het op hele grote onderwerpen kun je die samen met elkaar zoeken. Dan kun je bijvoorbeeld nu denken aan de hele waterstof-economie die nu opkomt. We hebben natuurlijk in onze regio een grote CO2-vervuiler. Daar moeten we gewoon heel reëel over zijn. De grootste van het land. Ja. Maar daardoor ook de grootste mogelijkheden om daar zo snel mogelijk te verduurzamen. Daar kan waterstof een ontzettende slag in betekenen. We hebben hier een haven die een hele sterke positie heeft als brandstofhaven. Nou, dat gaat op een gegeven moment veranderen. We hebben hier de luchtvaart. Dus duurzame brandstoffen die je ook weer van waterstof kunt maken. Dus daar zit door de hele regio allerlei kansen in de waterstof-economie. Dus daar proberen we ons heel goed te positioneren. En daar ook de middelen, dus Europees en landelijk, voor bij elkaar te brengen. Dus dat is een hele grote, waarmee je eigenlijk de hele
economie en de meer circulaire economie vorm gaat geven. Dat zijn dingen die we doen. Maar we zijn ook bezig met een metropolitaan fietsnetwerk. Om te zorgen dat de fietsverbindingen binnen de regio versterken. Zodat ook het woon-werkverkeer, wat natuurlijk met elektrische fietsen steeds meer ook op de fiets kan. Ja. Om dat fietsnetwerk te versterken. Dan verzorgt ieder een deel van de puzzel, maar met elkaar. Ja. Met elkaar leg je die puzzel. En als het fietspad van Amstelveen niet aansluit op dat van Alsmeer, dan heb je toch een beetje een probleem. Maar waar het fietspad in Alsmeer loopt, daar gaat nog steeds Alsmeer over. En hoe voorkom je met elkaar dat er een soort hak op de tak beleid is? Hè? Dat je maar steeds het nieuws volgt en op elkaar reageert? Nou, wat we doen is dat we vierjaarlijks een agenda maken die we met elkaar vaststellen. Die noemen we dan ook logischerwijs de MRA-agenda. Ja. En daar trekken we de lange lijnen. Dus daar bepalen we met elkaar van op deze onderwerpen, daar zoeken we de gezamenlijkheid. Daar willen we het verschil met elkaar maken. En dan heb je gewoon ook een beetje een richtsnoer. Dat je niet inderdaad er zomaar op willekeurige nieuwsitems springt. Inspringt. Nee, precies. Arjen, de MRA is geen gemeenschappelijke regeling zoals de GGD en de veiligheidsregio dat zijn en waarin de raad bevoegdheden overdraagt of deelt met andere gemeenten. Maar hoe zit dat dan in de MRA? Ja, een mooie vraag. Het is een bestuurdersnetwerk. Het zijn de bestuurders die elkaar hebben gevonden op een hele serie grote dossiers. Emiel die merkte er net al een aantal op. En er komen er natuurlijk in de komende jaren nog veel meer aan. Grote complexe vraagstukken die een gemeente niet meer alleen zelf kan doen. Dat betekent dat de bestuurders eigenlijk tegen elkaar hebben gezegd, wij willen gaan samenwerken. En natuurlijk wel met de legitimatie van hun gemeenteraden. Vandaar die MRA-agenda waar het allemaal netjes is in opgeschreven. Ja. Die bestuurders die komen regelmatig bij elkaar. Dat wordt voorbereid door de ambtenaren. De ambtenaren van de gemeentehuizen, waar in feite ook de gemeenteraden en de staten in feite ook weer over gaan. Mm-hmm. Dat netwerk, dat informele netwerk, werkt samen om aan een aantal grote vraagstukken zo te werken, zo voor te bereiden. Soms te lobbyen, geld binnen te krijgen, zodat uiteindelijk in de raden en in de staten kon worden besloten wat de raden en de staten willen. Ja, maar die netwerkstructuur biedt absoluut voordelen bij heel strak te kijken naar, in plaats van heel strak te kijken naar wie het waar verantwoordelijk voor. Ja, om het simpel te zeggen, de inhoud is leidend, de structuur is volgend. En je zal ook zien bij de verschillende onderwerpen dat er verschillende structuren worden bedacht. Maar nogmaals, het is het netwerk, het informele netwerk van de bestuurders. Ja. Die in gezamenlijkheid kijken van wat er mogelijk is. Dat terugleggen bij de raden en de staten om uiteindelijk de uiteindelijke beslissingen te kunnen maken. Voor mensen die in plaatjes denken, er is niet een overkoepelend orgaan. Hè, waar... Nee, er is zeker geen overkoepelend orgaan. Ook niet een of ander strak organogram met allemaal pijlen en hiërarchische lijnen. Er is maar één hiërarchische lijn en die kennen de raad en staten hele prima zelf. Dat is de lijn richting het college en terug. Ja, en hoe heet het? Collegeleden en volksvertegenwoordigers zijn zelf aan zet en blijven aan zet. Ja, daardoor blijven ze ook aan zet. Het is dus niet dat de MRA in de gemeentewet of in de provinciewet treedt. Het is dus niet een verbonden partij, zoals het ook al eens een keertje netjes wordt genoemd. De raden en staten blijven zelf aan zet. Hoe kan een raadslid daar overzicht in bewaren? Want we weten, en je hebt dat werk zelf ook gedaan, dat is al behoorlijk veel werk. Hoe kan ik dan goed weten wat er gebeurt binnen die MRA en waar ik dan mijn taak op kan uitvoeren? Ja, je wordt als raadslid en als statenlid regelmatig ook geïnformeerd door het college natuurlijk van de zaken die hier spelen. Al was het alleen maar dat heel veel van de onderwerpen die net al over tafel gingen, dat die natuurlijk al gemeentegrensoverschrijdende of provinciegrensoverschrijdende aspecten hebben. Dus je komt automatisch al onderwerpen tegen die MRA gerelateerd zijn, om het maar een beetje duur aan te zetten. Het is natuurlijk ook zo dat regelmatig de wethouders, gedeputeerden ook communiceren met hun raadsleden, met hun statenleden wat zij aan het doen zijn. Zij zullen ook ophalen, zij zullen ook voeding krijgen vanuit de raden en uit de staten. Er is natuurlijk de MRA-agenda voor. Er komt een termijnagenda. In die termijnagenda staat ook wanneer wat ongeveer plaatsvindt, zodat men ook van tevoren geïnformeerd is als raadslid wat er ongeveer aan gaat komen. Dus je bent voorbereid. Daarnaast komt er een voortgangsnota waarin wordt aangegeven wat de stand van zaken is van een serie grote dossiers. En ook daarover kun je gewoon vragen stellen. Zeker, natuurlijk. Zeker. En ga vooral het gesprek met de eigen portefeuillehouder aan. Zij zitten in feite of in de deelregio of op MRA-niveau. Ja, schakelen zij. Die deelregio's misschien nog even goed om toe te lichten? Ja.
Nou, de MRA is natuurlijk een groot gebied. Het is een logisch gebied. Maar het bestaat wel uit een aantal gebieden die ook van elkaar verschillen. De IJmond verschilt met het Gooi. En ja. Zo kunnen ze allemaal wel aflopen. Het zijn er 7. 2,5 miljoen inwoners. Dus er zijn echt verschillende identiteiten. Wethouders en gedeputeerden zijn ook georganiseerd langs die lijn van die deelregio's. Omdat daar ook andere aspecten in. Precies, ja. Omdat daar ook andere aspecten in kunnen plaatsvinden. Dan tenminste in de ene deelregio dan in de andere deelregio. Ja, dus je hoeft niet over het hele pakket iets te vinden, per se als raadslid of statenlid. Maar je kunt je eerst al focussen op wat er binnen die deelregio gebeurt. Daar vinden eerst de afstemmingen plaats. En daar kan ik dan ook weer vragen over stellen. Jazeker. En sterker nog, zo werken de meeste wethouders natuurlijk ook. Want die gaan ook het contact leggen in de eigen deelregio. Om te kijken van jongens, hoe speelt het met de collega portefeuillehouders. Ja. Om uiteindelijk de lobby en te kijken wat er op MRA-niveau kan. Wat merken jullie al van de betrokkenheid van raadsleden en ook van statenleden? Die is de afgelopen 4-5 jaar behoorlijk toegenomen. Al was het alleen maar omdat ze steeds beter worden geïnformeerd. Geïnformeerd door portefeuillehouders. Maar ook leggen we ook een aantal, en we, dat zijn in feite de portefeuillehouders, leggen ook vraagstukken ook neer bij de Raden en de Staten. Om te vragen om een mening of om een besluit. Neem bijvoorbeeld de verstedelijkingsstrategie, die is eigenlijk nog steeds actueel, die kent bepaalde fasen. Maar zo zijn er veel meer onderwerpen. De regionale ontwikkelingsmaatschappij, de ROM in West, is ook zo'n voorbeeld. Ja. Maar er zijn er echt veel meer. Het is zeker geen black box, maar eigenlijk een heel transparant netwerk waarin je je eigen rol kunt nemen. En... Ja, je moet wel aan de slag zelf als raadslid of als statenlid. Maar je wordt ook wel bediend vanuit de portefeuillehouder. Daarnaast is het ook zo dat in de deelregio's ook speciale bijeenkomsten voor raadsleden en ook voor statenleden zijn. Er is maandelijks een bericht voor raden en staten. Dus je wordt ook wel actief ook geïnformeerd. Maar het is, als je wil, vrij overzichtelijk. Ja. En Emiel, valt dat jou ook op dat eigenlijk dus die betrokkenheid van raadsleden, statenleden steeds groter wordt? Ja, en gelukkig. Ja. Ja, en we hebben dat gezien. We hebben nu net nieuwe samenwerkingsafspraken gesloten. Hè? De meeste raden hebben die nu onderschreven. En daar hebben we die betrokkenheid in gezien. En dat heeft ook daardoor wel even geduurd om die afspraken met elkaar te maken. Maar dat is juist heel positief. Want daarin zien we dat het belang gezien wordt. Dat is vaak wat er gezegd wordt. Hè? We zien het belang op die onderwerpen. Maar hoe doen we dat dan met elkaar? Op een manier dat ook wel echt de raden en de staten aan het stuur blijven zitten. Ja. Want het zijn dingen die de gemeentegrenzen overschrijden. Maar de gemeentes willen daar toch ook zijn eigen beslissingsbevoegdheid over houden. Dus daar zit natuurlijk ook een inherente spanning. Ja. Die ziet iedereen. Ja. En daar moeten we zo transparant mogelijk over zijn. En dan, dan kunnen we die samenwerking goed vormgeven. Maar het mag af en toe best even scherp. Van wat zijn ze nou in de MRA aan het doen? Ja. Dat debat moet juist vaker gevoerd worden. En Arjen, daar hoort ook een scherpe vraag bij. Namelijk, is het dan niet zo dat die grootste gemeenten besluiten kunnen doordrukken? Het is niet mijn vraag, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu kijken. Jazeker. Nee, ik herken de vraag, want die wordt ook nog af en toe wel gesteld. Ja, antwoord is natuurlijk nee. Ik bedoel, je gaat zelf als raad over je eigen gemeente. Dus je besluit zelf wat er in de eigen gemeenteraad plaatsvindt. Nogmaals, net al even het voorbeeld rondom het fietspad. Het is natuurlijk ook zo dat er veel kennis en kunde bij grote gemeenten en ook bij de provincie zit. En dat wordt gedeeld en dat wordt ingezet. Dat kan natuurlijk een keerzijde hebben. Maar ja, pak hem juist positief op. Je blijft zelf nogmaals aan de bal als raad. Wij treden en de andere bestuurders, laat ik het zo zeggen, de andere bestuurders van andere gemeenten of andere gemeenteraden treden niet in jouw gemeente. Nee, dat is nog maar weer even onderstreept. Maar voordat die zorg er is, ja, voor de nieuwe raadsleden nog weer even benadrukt. Emiel, kun jij tot slot 2 voorbeelden noemen waarvan je denkt, nou, dat is echt een succes van de MRA? Ja, we zijn met hele grote projecten bezig in het kader van het Nationaal Groeifonds. En zo hebben we bijvoorbeeld al 1,5 miljard voor de Noord-Zuidlijn vanuit het Rijk toegezegd gekregen. Mm-hmm. Moeten we nog wel ons best voor doen.
benieuwd wat daar op dat punt uit de formatie komt. Maar dat is echt een regionale inspanning. En dat lijkt dan alleen maar over Hoofddorp en Amsterdam te gaan. Maar dat is niet zo. Dat is voor de hele regio goed. En bovendien lobbyen we dan voor één project. En ieder zou voor zijn eigen project kunnen lobbyen. En dan verwatert eigenlijk je boodschap. Dus dat is echt een succes dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Dat is een voorbeeld wat ik kan noemen. Een ander voorbeeld, ik had het toevallig laatst nog met de wethouder van Velsen over. Dat was een bijdrage uit het Just Transition Fund. Het zal je niet zeggen. Maar dat geld leek allemaal naar Groningen te gaan. Ging over energietransitie. En daar hebben wij voor gelobbyd. En daardoor is er ook ergens rond de 45 miljoen in de Eimond terechtgekomen. Dus en dan helpt het echt om dat als regio aan te geven wat het belang is. En dat had niks ten nadele van de gemeente Velsen. Maar dat had de gemeente Velsen in zijn eentje niet voor elkaar gekregen. Dus dat zijn voorbeelden waar we echt concrete resultaten boeken. En dat gaat niet over pepernoten. Dat gaat over hele grote bedragen. Ja, Arjen, ik kan me voorstellen dat het werk van raadsleden, statenleden ook nog interessanter maakt. Want het gaat soms dus ook over een groter gebied. En over groter geld en meer impact. Ja, dat lijkt mij ook. De gemeenten zijn, worden continu al geconfronteerd met grote en complexe vraagstukken. Ja. En juist zo'n samenwerking en juist het contact wat je hebt ook met andere raden, ook als raadslid, ook in die deelregio's, maakt denk ik het werk alleen maar interessanter. Je haalt daardoor zelf als raadslid ook heel veel kennis en ook kunde, denk ik, automatisch ook binnen via dit netwerk. Wij worden allemaal netwerkers in die zin. Dat lijkt me van wel. Is wel de oproep. Ja. Dank beiden. Voor meer informatie over de MRA kijk je natuurlijk op de website van de MRA. Dankjewel.